Vandaag verwelkomen we de eerste van 20 NH90 helikopters binnen de Nederlandse krijgsmacht. Een modern en technologisch geavanceerd toestel. Een helikopter die voldoet aan de eisen van veiligheid en effectiviteit en die in de toekomst de inzet van de krijgsmacht breed zal ondersteunen. In totaal zullen we 20 NH90 helikopters afnemen, 12 bestemd voor taken speciaal vanaf fregatten en 8 voor transporttaken vanaf zee en op het land. NH90 is om verschillende redenen voor ons een grote aanwinst. Het toestel is groter dan zijn voorganger en kan meer passagiers meenemen. En daardoor is het mogelijk om meer leden van speciale diensten van het Korps Mariniers of boardingteams af te zetten aan boord van schepen. Schepen die worden bedreigd of, zoals onlangs nog, door piraten zijn overmeesterd. Of schepen die moeten worden doorzocht op verdovende middelen, CQ-smokkelwaar. Verder is deze NH90 uitgerust met forward-looking infrared radar en nachtzichtsystemen, wat ook bij duisternis een prima zicht geeft op de scheepvaart. Proficiat met een mooie aanwinst. Ja.